Jans. Jans, Jans Swans. Hallo Jan... mensen, welkom bij deze special video van Disneycraft. We hebben eigenlijk nooit echt specials meer, maar nu dus even eentje officieel. En we zijn hier in Dukstad. En we zijn natuurlijk ook aan... Nou ja, vooral Kevin is aan het werk aan Dukstad. En dat betekent dat we renoveren. Nou, eigenlijk hij renoveert. Ik doe er nog weinig aan, want ik ben meer bezig met studio's. En we gaan dus deze attracties lopen. En omdat we... Ja, sorry, ja. Het is een achtbaan die we eigenlijk niet meer veel gebruiken. Ja, sorry, en tranen van geluk waarschijnlijk, want ja, er komt weer een attractie minder, maar er komt natuurlijk ook wel weer eentje bij. Dus dat is wel het voordeel, maar dan in ons park. Deze staat heel erg afgelegen in Dukstad en dus de enige attractie in heel Dukstad. Maar we gaan dus ja, een laatste ritje doen voor jullie, speciaal met Gio en Irma. En Jens kan er misschien bij, als we een beetje proppen. Dat gaat niet, Jets. Nee, kan je dan niet zorgen dat er vier kappetjes worden in Irma? Daar kan je niks doen, Jens. Wat doe je? Jens? Jens, kom maar uit. Ik heb wel een sneeuwvlokje voor je hier. Sneeuwbal. Sneeuwbal, ja. Dus, laat maar. Inrangeren. Kan jij dat Hachu. Doen? Kijk eens. En dan zou ik heel snel zetten, want hij gaat gelijk. Gio, laat ons niet alleen. Kom Jens. Emma, kom. Emma. Oh, come on! I'm coming. En dit was een achtbaan die vertrok eigenlijk zonder omhoog te worden getrokken. Ga je gelijk al keihard. Dum. Oh, lekker baantje hoor. Ja, gaat wel snel hè. Ja, een leuk soepel baantje. Wilco staat er ook te kijken. Oh, Gio, hoi. Hallo. Hey Gio. Hij gaat helemaal rond en de hele kamer is helemaal kaal nog. Nou, maakt niet uit. Is dat een plantenbak? En hier gaan we dan omhoog. Hier gaan we heel ophalen tot net. Alleen het laatste stukje wordt je omhoog getrokken. Ja, het was een hele leuke achtbaan hoor. Hè? Dat zeker. Dat was schattig. Oké, dus dit... Nou, ja, dat was hem. Ja, dat was de achtbaan. Dus ik zeg slopen. Oh. Hey. Nou, daar gaan we hoor. Ik ben heel benieuwd. Gaat dat goed komen, denk je? Pas niet. Nee, hè? Nee. Maar ja, het is best wel leuk om zo weer een laatste achtbaan te doen. Ja, dit is toch wel een beetje een onbekend achtbaantje eigenlijk. Maar ja, de echte Disneycraft-kenners, die moeten dit sowieso kennen. En die hebben hem zeker weten al een keer gedaan. Dat weet ik gewoon echt 100% zeker. Want heb jij hem vaak gedaan, Gio? Niet heel vaak, maar ik heb hem wel, zeker wel gedaan. Oké, wat vond jij ervan? Oh, jeetje, loopiekend. Leuk baantje met een leuke vaart erin. Ja, zeker. En vooral omdat je door dat halve station heen gaat, vind ik het best leuk. Ja, best wel een... Ja. Dat is ook een heel leuk gebouw. Hè, dat is een mooi gebouw ook gewoon, van ons... Oh, shit. Oh jee, wat heb ik nou gesloopt? Ja, ik sloop de hele vloer gelijk. Oh. Nou. Maar het was leuk dat hij, zeg maar, ja, omdat natuurlijk de... Ja, het was voor mij ook een van de eerste achtbanen in ons park, die, zeg maar, niet toegetakeld werd, maar gelijk bovenaan begon. En eigenlijk als een soort van, een beetje een museum-achtbaantje leek het een beetje. Ja. Dat vond ik wel heel erg leuk. Maar nooit veel naar, en we hebben er nooit eigenlijk veel aandacht aan besteed. Sowieso, aan Dukstad hebben we de laatste tijd al heel weinig aandacht besteed. Maar dat gaat nog wel komen, want natuurlijk weten wij en weten jullie heel goed dat de achievements worden toegevoegd. En dat wij ook nog de studio's moeten gaan volgooien met achievements. Maar ook natuurlijk Dukstad. Logisch ook. Ja. Hè, want ja, Dukstad is toch wel een belangrijk, belangrijk iets ook. Volgens mij. Zeker weten. Zeker weten. De bordjes al gesloopt hier, Gio. Ja. Zie ik al. Ik heb de inrangeerbordjes weggehaald daar in dat hok. En dan trekken we hier gewoon een Iron Bars eventjes momenteel. En de rest van die baan aan het slopen. Ja. Volgens mij was dat het al zo'n beetje. Zo. Dat is ook een heel mooi plein trouwens hoor. Je kunt er ook wel echt, het is echt heel gaaf uit. Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken. En Jens en Irma en Gio voor het meedoen. Wilco natuurlijk ook, want die was hier ook met zijn appel. Niet eten, want misschien is het een giftig appel. En Gio, we hebben natuurlijk binnenkort nog meer leuke vernieuwingen in het park. Wat we ook met aankondigingsvideo's gaan doen. Ja. Dus hou het in de gaten, want januari 2015 komt eraan. Logisch, we gaan het niet overslaan. En we hebben nog een leuke verrassingen voor jullie in pettootje. Hè? Zeker weten. Dus, dat wordt heel erg gaaf. Heel spannend. En we hebben er zin in. Ik hoop jullie ook. Dus abonneer, vergeet niet te liken.
En zie ik volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van de Special Disneycraft. Hey! Tot ziens! Tot ziens! Doeg!